Hallo allemaal, superleuk dat jullie kijken naar een gelukkig nieuwe video. Ik ben Nicky en vandaag ga ik jullie meenemen naar het snoeien van deze plantenbak hier achter mij. Ja, recent heb ik jullie geïntroduceerd aan het aquarium hier achter mij. Een 1 meter plantenbak die heel veel planten heeft en ook heel veel onderhoud en heel veel snoeibeurten nodig heeft. Uh, ik snoei deze bak minimaal één keer per week, maar dan komen er ook planten af. Dat is niet normaal. Dus het is voor deze bak beter als ik hem wat meerdere keren per week snoei. Dus ja, vandaag neem ik jullie mee nadat hij al een week, een dikke week, niet gesnoeid is. En dan zie je dus dat er echt... Belachelijk veel planten afkomen. Het is dus een flinke snoeibeurt. En ik heb heel erg veel zin in om jullie te laten meekijken met alle tips en tricks die ik heb over ja, hoe je zo'n plantenbak. Niet alleen mooi krijgt, maar vooral ook mooi houdt. Want dat is moeilijker dan een mooi krijgen. En daar zijn wel bepaalde dingen voor die je in je achterhoofd kunt houden. om jou te helpen. voor het zorgen dat de planten niet een paar maanden mooi groeien. maar ook langer termijn je aquarium gezond en goed groeiend blijft. En daar neem ik jullie natuurlijk vandaag mee naartoe. Ik heb er bewust wat een lange en rustige video van gemaakt. zodat jullie lekker relaxed mee kunnen kijken naar hoe ik onderhoud doe in het aquarium. Ik vind het zelf namelijk altijd heel erg rustgevend om ermee bezig te zijn. Dus ik hoop dat ik dat ook kan overbrengen naar jullie in deze video. En hopelijk leren jullie er ook nog iets van. Dus laten we gewoon kijken. Ik heb jullie echt meegenomen. De camera deed het aan bij elk snoezelsje dat ik deed. Dus heel erg veel kijk en leerplezier. Goed, in het begin kijk ik altijd naar waar ik meewerk. Wat is er aan de hand binnen het aquarium en wat is mijn einddoel? Dat doe ik altijd met onderhoud, maar ook met snoeien. Jullie zien het, de bak is vrij vol, en ik snoei dus echt veel in dit aquarium jullie zien het, de grootste plant is de ambulia en dat zal het grootste werk worden om die weer net te krijgen. De vissen doen het verder allemaal nog helemaal prima, maar het grote gevaar is dat als ik niet snel genoeg snoei en dat zien jullie later in de video vermoedelijk ook wel dat er wat alg komt, want de stroming en de CO2 komt niet meer bij alle planten terecht en op die manier ligt al gewoon heel erg snel op de loer en heel iets baartal heb ik dus in het aquarium zitten. Na het snoeien was dit ook binnen een paar dagen weg, maar het is dus wel Heel erg belangrijk om met zulke plantenbakken ook voldoende te snoeien om ervoor te zorgen dat zuurstof en CO2 echt overal in de bak terechtkomt. Hier bovenop zie je dat ook heel erg goed. Dat de planten echt gewoon heel erg over het oppervlakte heen zitten. Waar we nu naar kijken is HN. Of Zuid-Amerikaanse Waterlelie. Een onwijs leuke plant. En als die aanslaat, dan is het echt onkruid. Dus dat is aan de ene kant heel erg leuk. Aan de andere kant, het zit door je hele bak heen. En die ga ik dus nu ook echt wel even goed snoeien. Want jullie zien al die uitlopers die de hele bak doorschieten. Het is bijna een soort fallacineria. Nu, deze plant die kun je dus gewoon snoeien door weg te breken van de oorspronkelijke moederplant en dat is nu ook wat ik aan het doen ben. Hier heb ik dus weer twee babyplantjes van de oorspronkelijke moederplant, maar later snoei ik er nog wel meer en ga ik uiteindelijk weer terug naar die ene moederplant. Maar goed, genoeg gekeken naar de bovenkant. Ik ga beginnen dus met het grootste en dat is het Ambulia. Snoeien uh, de naam is een buliaal, lympholia, Flora. Het heeft heel erg veel verschillende namen. Um, ik wissel dus ook heel erg vaak qua naam. Maar goed, ik heb het over de plant die een beetje lijkt op Peter Shaley. Um, het is dus de grootste in het aquarium en ook degene die het meeste snoeiwerk ja, nodig heeft. Um, dit doe ik wel eens met een schaar, maar ik doe het ook wel eens gewoon met mijn nagels. Ik ben heel erg braaf begonnen met een schaar, maar al vrij snel kwam ik tot de conclusie dat voor mij met nagel, ik heb gewoon heel erg lange duimnagels en dan knip ik het gewoon af met mijn nagel ook heel erg goed werkt. Maar eh, je kunt het natuurlijk ook gewoon met een schaar doen. Ik heb hier dan zo'n curved schaar. Die vind ik zelf altijd wel echt het fijnst. Um, je hebt ook rechte scharen, maar dat vind ik in dit geval met het knippen juist moeilijker. Want dan kom ik niet goed bij de planten. Goed, jullie zien het hoe ik deze plant snoei. Dit is een stengelplant en dat is dus een plant die jij in de stengel gewoon kunt afknippen. Vanaf het moment waar jij geknipt hebt, die plek zal hij weer verder doorgroeien. Maar ook zal de top die jij afknipt, dus het bovenste gedeelte, ook weer wortels schieten en doorgroeien. Dus stengelplanten zijn onwijs makkelijke planten over het algemeen en ook heel erg makkelijk om te snoeien. Nu is het wel zo dat je zulke grote hoeveelheden hebt, ik over het algemeen niet meer weet wat ik wel en niet gesnoeid heb. Dus meestal knip ik even wat los en haal ik het vervolgens met de hand uit het aquarium, zodat ik weet ja, waar ik ben, zeg maar. En als ik dan weet waar ik gebleven ben, dan ga ik daarna heel rustig weer verder met ja, het verder snoeien. En zo hou ik het voor mezelf enigszins overzichtelijk. Want het valt niet zo heel erg op op camera. Maar het is best onoverzichtelijk om uh, te snoeien en te weten wat je wel en niet hebt gedaan. En dan ook een beetje hopen dat de uitkomst van de bak niet uh, zeg maar alles super kaal afgesneden, uh, recht geknipt is. Zeg maar. Het moet ook nog een beetje natuurlijk lijken. Dus dan snoei ik een beetje in etappes. Zeg maar. Dan knip ik, haal ik het. Eruit, kijk ik waar ik ben en dan ga ik weer verder. En dat werkt voor mij gewoon het beste en vind ik het fijnst. Ook vind ik het trouwens wel heel erg grappig om te zien als ik nu terugkijk uh, tijdens het bewerken hoe leuk al die visjes bij mijn handen zitten. Ze zijn blijkbaar echt super nieuwsgierig. Had ik het tijdens het snoeien niet eens zo enorm door. Uh, maar dat zijn de pseudomogiel furcates. En blijkbaar zijn het enorm leuke nieuwsgierige visjes uh, die het totaal niet erg vinden dat ik aan het snoeien ben. Tijdens het snoeien kun je natuurlijk ook altijd even goed kijken hoe je vissen zich gedragen. Of er een vissen bepaalde heel schuw zijn of iets dergelijks. Dus tijdens het snoeien is altijd super handig om in het aquarium bezig te zijn. En stel ik zou dode vissen hebben of zo, dan ga ik ze nu vermoedelijk ook tegenkomen omdat ze natuurlijk vooral tussen de planten zouden zitten. Dus het snoeien is heel erg gezond voor je planten en je aquarium, maar het is ook heel erg gezond voor ja, dat jij weet hoe het aquarium in elkaar zit en of de vissen allemaal nog goed en gezond zijn. Nu je ziet inmiddels dat ik niet meer de schaar pak en met mijn handen inmiddels ben gaan snoeien ja, over het algemeen moet ik heel eerlijk zeggen dat ik dat gewoon zelf wat fijn vind dan voel ik de plant ook echt en dan weet ik beter waar ik kan snoeien dus ja dat werkt voor mij gewoon het best maar de schaar kan natuurlijk ook. Nu, tijdens deze mega wilde plantentocht, uh, want het is nog steeds een, een bende, de Ambulia, heb ik uh, op dit moment ook besloten tijdens het snoeien dat ik echt ga snoeien en meer planten eruit ga halen dan uh, gemiddeld. En dat doe ik om een reden om op langer termijn het aquarium ook gezond te houden. Het is namelijk zo, wat ik net al zei, het grootste voordeel aan stengelplanten is dat je kunt snoeien. De bovenkant weer terug. Terug kunt zetten en de onderkanten die groeien ook door. Op die manier ga je heel erg snel kunnen vermeerderen, heel erg grote bos kunnen maken en je hoeft natuurlijk ook geen plant weg te gooien, want je kunt alles gewoon weer hergebruiken. Dus dat is top. Maar er zit wel een maar aan, zoals jullie horen, en dat is namelijk dat de onderkant wilderiger Teruggroeit en op een gegeven moment ook niet meer mooi teruggroeit. De top die krijgt gewoon weer nieuwe wortels en die gaat gewoon weer groeien en eh? gewoon naar boven zoals je het gewend bent. De onderkant die splitst zich alleen vaak, waardoor je een heel wilderige groei krijgt. Tegelijkertijd, als je die heel erg vaak topt, dan zie je dat de onderkant gewoon niet meer mooi groeit. Dat de onderste bladeren er niet meer mooi uitzien of helemaal niet meer groeien en dat het gewoon een beetje een zooitje wordt. Oké, okay, niet een beetje een zooitje. Je gewoon echt een complete bende. Je wilt dus niet continu alleen maar toppen, terugplanten, toppen, terugplanten, toppen, terugplanten, want op een gegeven moment gaat dit echt een bende geven in je aquarium en nou ja, gewoon niet zo mooi lijken. Wil jij echt een jungle aquarium en um, dan, dan kan het een stijl zijn, om het zo maar te zeggen. Maar over het algemeen wil je een wat nettere bak die ook op langere termijn echt mooie planten. Uh, geeft dan is het belangrijk om ja, de onderste stengels te vernieuwen en dus uh, de stengels ook weg te halen. En daarom zie je dat ik nu het zeg maar helemaal kaals snoei: de bovenste toppen eraf haal. Dit doe ik uh, ongeveer om de drie snoeiburten, merk ik zelf, dat ik daar een beetje een ritme in heb gevonden. Uh, dus het gaat niet per se op tijd, maar het gaat op de hoeveelheid je snoeit. En ik doe dus ongeveer om de drie snoeiburten dat ik dus vervolgens een deel van de onderste. Uh, kanten helemaal weghaal uh, en weer herplant met toppen. Dus je kunt toppen natuurlijk altijd terugplanten om het wat aan te vullen. Maar de onderkanten weghalen doe ik um, dus ja eens in de drie snoeibeurten over het algemeen. En dan ook niet per se alles, um, maar wel een gedeelte. En ik haal nu altijd even alles eruit. Ik ga straks daar verder op in. Maar dan weten jullie in ieder geval dat ik dat zo meteen ga doen. En waarom het nu dus zo heel erg kaal wordt. Ook is het zo dat ik nu dus bezig ben met nog een alternatieve rubra even daar weghalen. Blijkbaar één lange stengel, dus die heb ik even weggehaald daar en weer teruggezet. En dat is dus hoe simpel het herplanten is van de stengelplant. Echt losknippen en je kunt gewoon weer terugzetten op de plek waar je wil. Door naar de volgende plant, de Ludwigia SP Mini Super Red. Een enorm leuk plantje, kan ook wel in bakken zonder CO2. Ijzer vindt hij gewoon heel erg belangrijk. Dus zorg er wel voor dat er ijzer dan in je plantvoeding zit. Um, opnieuw een stengelplant. En jullie zien het dus hoe makkelijk het is om dat uh, te snoeien. Ik zorg ervoor dat ik deze plant uh, niet recht op dezelfde hoogte allemaal afknip. Om er dus voor te zorgen dat het er wat natuurlijker uitziet. Want knip je alles echt recht af, dan kan het onnatuurlijker lijken. Maar dat is natuurlijk ook uh, je eigen smaak. Een beetje um, met wat je zelf wel en niet uh, leuk vindt. Maar een vraag die ik ook vaak krijg: goh, op welke plek is het nou het handigst om ze echt te snoeien? Los van hoe recht en zo. En dat laat ik jullie nu even zien. Als ik namelijk echt even inzoom, dan zien jullie dat ik snoei. Vlak op een plek voordat hij afsplitst. Jullie zien een heel klein mini-babyblaadje losgroeien. Die zal verder groeien. En op die manier valt het het minst op dat jij daar uh, ja, een stengel hebt afgeknipt. Uh, want het is namelijk wel zo dat de plant natuurlijk doorgroeit. Maar over het algemeen splits die zich af en groeit dan door. Dus het is niet dat letterlijk de stengel die jij hebt afgeknipt weer verder groeit. Dat is niet zo. Dus vaak wil je dat een beetje vermommen opnieuw. Dat is wel een beetje personal taste. Maar dat is hoe ik het doe. En dan is dus het handigst om te. Op een afsplitsing en dat uh, doe ik eigenlijk altijd, of net op een plek waar dan een blad zit, zodat je gewoon uh, ja, dat afgesneden um, stuk niet ziet. En dit is trouwens een uh, Pogostemon stellatus. Het is zo dat ik die wel gelijk terugzet, maar verder denk ik dat het jullie inmiddels opvalt dat ik dus echt de planten eruit haal. En pas wanneer alle planten eruit zijn, bepaal ik wat terug de bak in gaat en wat niet. Um, want dat vind ik zelf gewoon heel erg fijn. Ook snoei ik even deze Echinodorus bleheri. Dit is een plant die heel erg groot wordt. Nu kun je die wel klein houden door dus de grotere bladen gewoon continu weg te snoeien. Um, je zou kunnen zeggen dat is een beetje zonde, dit is geen stem. Deze zal niet van zichzelf doorgroeien. Dit is een rosetplant, wat je dus kunt zien dat het allemaal naar roset teruggaat. Het eh, gaan allemaal naar dezelfde beginpunt terug en dat maakt het een rosetplant. En Echinodorus zijn bijvoorbeeld ook cryptocorynes, zijn allemaal rosetplanten. En daar kun je de bladeren wel weghalen, zoals jullie me net zagen doen. Kun je dat heel makkelijk snoeien. Um, ik zit daar toevallig ook aan een Echinodorus ozolot die net niet op camera is, <laughs> maar goed. Um, dan kun je dus wel um, de bladeren gewoon weghalen, maar die zullen niet teruggroeien, want daarvoor hebben ze echt die rosette nodig en um, ja, die bron nodig, om het zomaar te zeggen. Hier zijn we weer bij een volgende plant. En dit is de Rotala Orange Juice en dat is weer een stengelplant. Dus dit is snoeien we heel erg makkelijk. En hier zie je ook, als je heel goed kijkt, een heel klein beetje die baardalg. En de stroming komt dus nu gewoon niet goed genoeg bij de plant. En dan bedoel ik um, dus de stroming gewoon van... Mijn filter, maar daarmee ook, omdat de stroming niet bij de plant komt, komt de CO2 niet bij de plant. En dat is ook vaak als men zegt: van ja, je hebt een CO2 tekort, dan kan het ook gewoon zijn dat je een stromingstekort hebt, omdat de CO2 die wel in de bak, komt, in de bak zit, niet bij de specifieke uh, plant terechtkomt en dat die daardoor een CO2 tekort heeft. Dat, niet dat de CO2 dus niet in je bak zit, maar dat die gewoon door te weinig stroming niet bij jouw plant terechtkomt. Jullie zien trouwens ook dat ik echt een beetje een gewoonte heb om de planten te kammen, om het zo maar te zeggen. Es, Rechtop staan te krijgen. Dit doe ik zodat uh, alle losse planten er gelijk mee uitgaan. is ook wat jullie zien. En planten die eventueel dubbel gevouwen zitten, weer overeind komen. Dus op die manier zorg ik ervoor dat ze allemaal dezelfde kant op zitten. Ook zien jullie hoeveel vuil er mee uitkomt. Dus het is ook super belangrijk dat je jouw planten schoonhoudt. Want het zijn ook gewoon vuilvangers van zichzelf. Dus belangrijk om dat te beseffen. Helemaal met fijne planten, maar zoals mossen, die hebben het ook heel erg. Hou die schoon. Want doe je dat niet, dan kunnen ze ook weer een oorzaak zijn van alg eventueel. Um, dus ja, en natuurlijk heb je die bende continu in je aquarium. Waar we nu naar kijken is een pogostemon Octopus. Opnieuw stengelplant. Um, so you guys know the drill. Je kunt ze gewoon mooi afknippen op de gewenste hoogte. Dit is ook best wel een plant die explosief kan groeien. En hiernaast zijn prachtige, prachtige plant is het um, opnieuw een stengelplant, een Alternatera rubra en ja, echt echt een heel mooie plant vind ik die, die ook inmiddels goed aanslaat en lekker snel aan het groeien is um, ik had er echt drie stekjes of zo neergezet, maar inmiddels wordt het al steeds meer, dus die haal ik ook weg de onderkanten laat ik uh, in dit geval nog wel staan, uh, die hoeven nog niet uh, weg want ik heb nog niet zo heel veel gesnoeid van die onderkanten, dus die groeien nog mooi terug, vanaf het moment dat de onderkanten niet meer mooi terug uh, groeien, en het wordt echt een bende, zoals uh, de ambulia uh, zoals jullie wel zagen, want dat is gewoon een Mega-mega-bos, dan uh, haal ik ze wel weg. Goed, nog een laatste porostemel die ik daar weghaal. En die heb ik ook niet teruggeplant voor zover ik weet. Um, ga ik nu kijken naar de Braziliaanse klimop. Want dat is wel een heel erg grote bult geworden daar in die hoek. Hij groeit ook helemaal de bak uit. En dat is heel bewust. Ik wil heel erg graag dat hij als echt een klimopplant de bak uitgroeit. En dat lijkt me heel erg vet. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik het moeilijk vond om deze te snoeien. Want alles zat in elkaar vast, zoals jullie wel zien. En ik heb het echt als een soort knoop uit elkaar moeten halen... Um, Um, het werkte uiteindelijk wel. En inmiddels zijn we niet eens een week verder en het ziet het er alweer helemaal top uit. Want straks ga je op het einde echt denken van, nou, dit ziet er niet uit. Uh, en dat komt omdat de uh, wortels natuurlijk naar onderen gaan. Het zijn allemaal luchtwortels die ze hebben gekregen. Want, uh, de, dat is leuk om te vertellen, de Brasa Braziliaanse klimop is een plant die in de bodem kan. Maar het is ook een drijfplant. En dan krijgt hij, dus hij hoeft niet in de bodem te staan. En dat is ook waarom hij zo goed werkt als een soort bos, random rond... Zwevend in de hoek van mijn aquarium. Al staat hij wel in de bodem. Maar met heel veel vertakkingen. Waardoor die blijkbaar toch te weinig voeding heeft puur uit de bodem. En dus allemaal luchtwortels maakt. Maar deze plant kan dus ook perfect als drijfplant. En hij kan ook in de bodem. Dus het is echt een onwijs leuk divers plantje. Dat heel erg veel kan. Maar ja, je ziet wel dat het een bende is om het uit elkaar te krijgen. Dus dat was wel een beetje moeilijk. En ik heb nu het gedeelte dat dan. In de bodem zat, heb ik laten staan. En ik heb ook een klein beetje mijn best gedaan om alles weer een beetje gedraaid te krijgen op een manier um, dat het toch de bladeren weer naar boven wezen en de wortels naar beneden, zeg maar. En dat lijkt niet zo heel erg goed gelukt, um, maar zoals dus gezegd, een paar dagjes later uh, had het zelf wel opgelost, want de planten groeien toch naar het licht toe. Dus die bladeren die draaien wel weer naar het licht toe. Um, maar dat is ook goed om te onthouden dat net na het snoeien je aquarium niet mooi hoort te zijn en niet mooi hoeft te zijn. Oh ja, dat is ook leuk. Rikia Fluitland zal ik blijkbaar in mijn aquarium zitten. Wist ik ook niet. Maar dat is nou net het punt van Rikia. Uh, vanaf het moment dat je het ooit ook maar in een aquarium hebt, komt het er gewoon nooit meer uit. Dus volgens mij, ik weet dat ik het ooit drie jaar geleden in het aquarium had. Maar blijkbaar is er ooit één stukje blijven zitten. En is het nu dus weer een matje gaan vormen. En heb ik het weer echt super raar. Um, maar dat is dus echt het ding met Rikia. Dat zegt iedereen ook. He, het is een leuk plantje. Dan het één keer in je aquarium, krijg je het er nooit meer uit. Nou ja, dit is dus bewijs. Het zat er ineens weer in en het is weer gaan groeien. Nou ja, helemaal prima. Um, ik heb er niet zoveel op tegen, maar ik vond het wel even grappig om te vertellen. Um, nou ja, hier zien jullie dus de Braziliaanse klimop. Rondzwevend in het aquarium. Uh, ik heb er flink wat uitgehaald. En dan gaan we door naar de volgende plant. De. Uh, wat is dit ook alweer? Rotala hara is het volgens mij. Het is ook echt eentje die altijd heel erg veel uh, blaadjes opvangt en zo. Want de stroming die slaat daar net neer op die plant. Dus het is een beetje een, een blaadjesvanger. Dus die haal ik eerst altijd eventjes los. Um, opnieuw is het een stengelplant. Alleen hij is gewoon heel. Erg klein. Um, dus het is een beetje een prutswerkje. Maar het is wel een heel erg leuk plantje. Ik vind hem heel erg leuk als voorgrondplant. Nu zou je denken, goh, Nicky, maar die hoort toch uh, helemaal rood te zijn? En dat klopt. Um, het is alleen zo dat, één, er moet heel veel licht komen voordat hij rood wordt. En hij staat natuurlijk onderaan de bak van een best wel hoge bak. Over het algemeen is het, wordt deze gebruikt als voorgrondplant uh, in kleinere aquaria. En bij mij staat hij natuurlijk best wel in een hoge bak, dus wordt hij moeilijker rood. Bijkomend dat dit een plant is die eigenlijk alleen echt uh, heel erg rood wordt bij een lage nitraatwaarde. En dat is wel grappig. Um, misschien iets voor een andere video om uitgebreid op in te gaan hoe dat exact werkt. Maar het is dus zo dat dit een plant is die pas echt rood wordt wanneer die juist minder nitraat heeft. Nu dan haal ik hier een klein beetje ook wat stengels ertussen vandaan. Een beetje hetzelfde verhaal als wat ik uh, gedaan heb met um, de Lympholia Siciliflora, of de Ambulia dus. Um, al plaats ik dit volgens mij wel terug op een andere plek waar het iets meer ruimte heeft. En ook controleer ik deze plant echt. Van, he, staat hij nog goed op zijn plek? Heeft hij nog genoeg ruimte? Uh, dit is namelijk best wel een moeilijk plantje. En dus is gewoon heel erg belangrijk om te kijken of hij nog uh, ja, alles uh, heeft. Dat hij nodig heeft om het zo maar te zeggen. Daarnaast staat nog een uh, kleine cryptocoryne Parva die echt al maanden zijn ding doet zonder dat ik er iets mee hoef te doen. Dus uh, ja, daar kijk ik ook niet echt naar om verder. En opnieuw kijk ik even van goh. Zijn hier uh, nog losse blaadjes die ertussen zitten? Um, moet ik nog iets verder doen met, het, met uh, dit plantje of redt hij zich voor nu verder wel? Um, maar ik denk dat hij in ieder geval weer wat net erbij staat. Want ik haal hier dus vooral de bovenste stengels er gewoon tussenuit. Dit is ook een plant die je gewoon een schaar kunt pakken en hem helemaal kunt afknippen. Dus echt gewoon helemaal recht kunt knippen. Dat wordt ook veel gedaan met deze plant. En kan ook heel erg prima. En dan zou ik wel even adviseren er een luchtpomp. Of, ah, sorry, een luchtpomp. Een visnet of een pompje boven te houden of een slang erboven te houden. Dat die gelijk alle losse blaadjes um, eruit. Dat je die uit het aquarium haalt. Want anders dan heb je natuurlijk al die. Kleine mini blaadjes door je hele aquarium heen. En of je dat moet willen, euh, zou ik jezelf wel even afvragen. Goed, dan gaan we weer terug naar de bendebak. Want euh, dat is op het moment wel hoe het is. En dan wordt het tijd om het eens eventjes net te gaan maken en het niet meer de bendebak te laten worden. En dan begin ik dus eerst nog met het weghalen van die umbulia waar ik het net al helemaal over had. Jullie zien het, die onderste planten helemaal met wortel trek ik ze eruit. De bak wordt daar ook heel troebel van, dus ik had zoiets dat doe ik even op het laatst. Zodat jullie tenminste de rest van het snoeien nog gewoon een beetje helder kunnen zien, zeg maar. Het is heel simpel, ik haal gewoon, volgens mij, de helft van de onderkant. Haal ik dus weg en herplaats ik met uh, ja, verse, getopte stengels. Uh, het ziet er altijd heel erg sneu uit als je dat even gedaan hebt. Want het duurt ook iets langer voordat het ingroeit weer. Maar het groeit gewoon veel rechter en netter in. Want zoals jullie net zagen was het echt een bos. En inmiddels is het dus een half week verder nu ik dit bewerk. Kijk ik naast me uh, het aquarium in. En zijn het allemaal weer rechte, nette stengels. In plaats van dat het echt een enorme bos is. Dus het is wel een beetje persoonlijk. Net wat je mooi vindt. Zoals natuurlijk al tien keer gezegd deze video. Maar ik zou wel aanraden voor een langdurig, net aquarium. Dat heel erg belangrijk is om vroegtijdig die onderste stengels eens in de zoveel tijd even goed weg te halen. Want dan hou je nette planten. In plaats van dat het een bende gaat worden en je op een gegeven moment mindere kwaliteit planten gaat snoeien. En dat is natuurlijk wel zonde. Nu vind ik hier inmiddels dat ik wel weer genoeg onderkant heb weggehaald. Je hoeft dus ook niet alles in één keer te doen. En wordt het dus tijd om weer toppen terug te pakken. Planten. Um, er mogen behoorlijk wat toppen in terug. Want ja, ik heb er natuurlijk ook vrij veel uitgehaald. En zoals jullie zien, het is heel erg simpel. Ik moet alleen even mijn hand voor de camera weghalen. Wat <laughs> was ik even vergeten dat er een camera was. Um, maar dus gewoon plant voor plant, het liefst stengel voor stengel. En plaats de stengels een beetje uit elkaar zodat ze genoeg ruimte hebben om genoeg licht te ontvangen en wortels te schieten, zodat ze zo snel mogelijk weer aanslaan. Ja, stengelplantenplanten is dus echt heel erg. Makkelijk en met rosetplanten, zoals net al gezegd, kun je bladeren niet terugplanten. Je moet echt um, afgesplitste wortels, of nou afgesplitste planten met wortel terugplanten, anders zullen ze niet aanslaan. Maar um, nou, het zijn wel planten. En dat zijn over het algemeen de makkelijkste planten. Daar heb ik ook een complete video over snelgroeiers, makkelijke planten. Uh, dus die zal ik wel eventjes in de beschrijving neerzetten en linken hierboven. Um, ja, dat zijn dus echt de makkelijkste planten, ook voor beginners. En kun je ook mooie plantenbakken gewoon mee maken. Het hoeft allemaal niet super in. Ingewikkeld. Uh, de plant trouwens die hiervoor staat, die rode planten, rode lotus, een um, soort lelieblad, heeft die. Is ook een heel erg goede aanrader. Knalrode plant die echt super makkelijk groeit. Uh, mijn haar moet ook eens leren uit het beeld te blijven, maar <laughs> dat uh, vergeet ik af en toe als ik aan het filmen ben, dat uh, mijn haar natuurlijk in de weg kan zitten. Maar goed, de ambulia staat nu op zijn plek en nu is het tijd om het in te groeien. En je ziet, het ziet er momenteel niet mooi uit. En dat is echt wat ik wil meegeven. Net na het snoeien hoeft jouw bak er niet tip top uit te zien. Dat is normaal, dat is oké. Okay. Die planten moeten weer overeind gaan staan. Die planten moeten weer rechtop gaan staan. En dat zal even duren. Geef je planten dus een beetje tijd. Het ene aquarium groeit wel sneller in dan het andere aquarium. Natuurlijk afhankelijk van veel factoren. Uh, maar weet dat een aquarium niet ineens er geweldig bij gaat staan. En dat is natuurlijk ook logisch. Goed, ik vind wel altijd planten trouwens enorm leuk. Ik ben daar heel erg benieuwd hoe jullie daarvan vinden. En ook als je deze video nu al bijna 25 minuten lang kijkt, laat weten in de reacties hoe jij het snoeien altijd vindt. Ik ben natuurlijk één grote plantengek, dat weten jullie. Dus ik vind uh, het planten en snoeien en daarmee bezig zijn, juist altijd heel erg leuk. En vind ik bijna het leukste van de hobby. Ik haal trouwens ondertussen nog één wat Ecandausbladeren weg die ik uh, niet meer leuk vond staan. Um, maar ik ben heel erg benieuwd hoe jullie dat vinden. Vind je het een last om te snoeien? Um, van hè, het moet maar, want ik heb een aquarium. Of vind je het juist heel erg leuk en kijk je ernaar uit? Want ik vind het zelf dus echt heel erg leuk. Maar goed, heb ik ook al vier keer gezegd. Um, ik controleer ook altijd nog even of ik het nu allemaal goed vind staan. Of het een klein beetje op één hoogte is. Want als je één uitsteker hebt binnen de planten, dan kan het natuurlijk wel enorm opvallen. Dan haal ik die nog even weg, bijvoorbeeld. En dan plant ik nu de mini super red terug. Die er ook een heel klein beetje alg heeft, uh, zie ik. Alleen als ik dus weer naast me kijk, dan zie ik dat de algemeen middels ook al weg is. Ook deze plant is gewoon een stengelplant, dus die kan ik gewoon heel makkelijk terugzetten. Het is wel zo dat het een klein beetje vol is uh, daar in dat hoekje. Want zoals jullie zien, staat daar nog een uh, Echnodorus Green ocelot. Of een ocelot Green officieel gezien. Uh, een beetje in de weg. En zijn er ook wat stukjes Ambulia die een klein beetje aan het rondzwerven zijn. <laughs> en ook staat er nog een ocelot Red, zie ik. Dus zowel een Green als een Red. En daar moest dan de Ludwigia even tussen. Dus altijd een beetje een geprut. Um, maar dat komt wel goed. <laughs> en uh, ook dit groeit gewoon weer in. Ik ben de Ludwigia echt nog een beetje aan het stekken tot wat groter, bol groter bosje. Ik wil dat het wat echt een, gewoon een rood plekje wordt daar. En um, met wat verschillende hoogtes. Um, in plaats van hoe het nu is met de Ambulia, omdat is allemaal gewoon één bos helemaal rechts. Gewoon, ja, hallo, daar staat mega bos Ambulia. En dit wil ik gewoon dus iets netter hebben. Um, maar daarvoor moet het nog wel wat meer stengels hebben. Dus die ben ik echt nog aan het snoeien, terugzetten, snoeien, terugzetten. Om ervoor te zorgen dat ik heel veel, um, ja. Daarin kan opbouwen nog. De Abulia. Um, kan ik heel veel al niet meer terugzetten. Al de gesnoeide planten. die gaan trouwens naar andere liefhebbers toe. Over het algemeen um, gaan ze naar een van de Patreons. Dus uh, in Discord zeg ik er weer van: Jongens, ik heb weer gesnoeid. Uh, wie heeft er zin in planten? En dan stuur ik ze op. Um, dus ik gooi ze niet weg of zo. Maar ja, binnen de Patreons uh, worden die dus uh, ja, verdeeld, verloot. Dus altijd uh, even kijken. Maar daar gaan ze dus heen. Want het is natuurlijk super zonde om ze allemaal weg te gooien. En ook op Marktplaats en Facebookgroepen zijn over het algemeen heel erg veel belangstellenden voor aquariumplanten. Um, dus mocht je zelf veel snoeien, is dat altijd een goede optie. Je kunt ze namelijk ook heel goed verzenden. Daar heb ik ook een video over trouwens, over hoe je aquariumplanten kan verzenden. Um, dus dat is gewoon uh, ja, wel iets wat ik zou aanraden, gooi ze niet weg, want dat is zonde. Let wel altijd even op de kwaliteit. Als jij je planten koopt of verkoopt, dat er natuurlijk geen alg of zoiets op zit. Dus ook als je zelf dus van Facebook of iets dergelijks planten weghaalt of afhaalt, um, vraag altijd naar foto van de bak. Want als de bak bealgd is, dan gaan de planten die eruit komen natuurlijk ook bealgd zijn. Dus onthoud dat even voor jezelf. Nu zet ik ook deze plant weer terug op zijn plek en mag die weer een beetje ingroeien. Het is altijd een beetje jammer, want je ziet ze natuurlijk niet als je toppen terugzet achter in een bak. Dan ziet het er altijd zo kaal uit. Um, maar jullie zien straks op het eind ook wel even een foto van hoe het nu dus een halve week, slechts een halve week later erbij staat. En uh, ik mag bijna weer snoeien, kan ik zeggen. Het is ook altijd een struggle om planten aan de grond te houden. Um, eentje die is alweer mooi gaan drijven. Ja, dat is een beetje een kunst. Het kan helpen om ze scheef te planten en niet recht erin zetten. Want dan gaan ze net zo hard vaak weer omhoog. Dus je kunt ze scheef planten en je kunt ze eventueel ook nog verzwaren. Um, dus hè, meer grind er tegenaan leggen of meer zand er tegenaan leggen. Gewoon je bodem en daar wat hoger maken. Uh, of bijvoorbeeld een keramieke ring die je koopt bij aquariumplanten of nou ja, die je krijgt bij Aquariumplanten in potjes. Die keramieke ring onderin van dat potje kun je ook altijd goed op de plant leggen of de stengel om het uh, uh, ringetje heen doen. En dan blijft die ook makkelijker aan de bodem. Dus ja, er zijn verschillende manieren om de planten aan de bodem te houden. Um, over het algemeen gaat het vrij makkelijk, maar het is altijd wel even een uh, gedoetje, met kleinere planten. En anders is het gewoon wat meer terugplanten tot ze natuurlijk gewoon hun wortels weer hebben. Na het snoeien doe ik altijd uh, het onderhoud verder, dus uh, de ramen schoonmaken en mijn waterwissel. Jullie weten hoe ik waterwissels doe en onderhoud verder, dus daar zal ik niet uitgebreid op ingaan. Ik zal de video waarin ik er wel uitgebreid op inga uh, even linken hierboven. Uh, maar ja, goed, ik gooi de tuinslamp dus weer het uh, raam uit en pomp hem leeg en ondertussen doe ik dan de ramen. Nou ja, en dan is het aquarium leeg genoeg. Hoeveel jij moet waterwisselen is altijd een beetje afhankelijk van aquarium tot aquarium. Ik doe zoveel bij deze waterwissel. En dan kan de tuinslang weer de bak in om weer te gaan vullen. Wanneer die dan bijna vol is, is het tijd voor de plantenvoeding. Jullie weten op welke bak, uh, ja, op welke plantenvoeding deze draait. De alleman van Planted Box nog altijd even tevreden over. Omdat je echt alles wat je nodig hebt in één bus hebt zitten. En dan ook nog een beetje voor een acceptabele prijs um, je kunt deze natuurlijk kopen via de link in de beschrijving. En koop je die via de exacte link die in de beschrijving staat, steun je mij ook nog eens. Dus vind ik onwijs leuk als je dat zou willen doen. Um, maar ja, deze gebruik ik dus zelf ook en die voeg ik twee à drie keer per week toe in het aquarium. Uh, ik zit aan best wel flinke dosering van deze voeding. Maar ik denk dat jullie dat wel uh, kunnen begrijpen, natuurlijk, met de hoeveelheid planten erin staan. Dan is het ook weer tijd om het filter aan te zetten en te wachten tot het aquarium weer helder wordt. En dan neem ik jullie zo mee naar het eindresultaat van deze sneeuwbeurt. Ja, en dan ziet de bak er dus nu weer zo uit. Vanmiddag uh, was alles opgenomen en nu ziet het er dus zo uit. Het is weer tijd om te gaan ingroeien. En laat het duidelijk zijn, mensen: het is normaal dat een aquarium na het ingroeien er niet altijd tip-top gelijk geweldig uitziet. De planten moeten weer overeind gaan staan, uh, het moet allemaal weer een beetje in gaan groeien. En je ziet. Op foto's altijd die perfecte bakken, de perfecte blaadjes. Uh, maar weet dat een Aquascape ook niet van een topscaper er altijd 100% geweldig perfect uitziet. Dat kan simpelweg niet. We hebben namelijk niet te maken met een schilderij, maar met een levend ja, iets dat achter ons staat en daar waar we mee bezig zijn. En dat is dus goed om te beseffen dat het best wel even mag duren voordat een aquarium weer netjes is ingegroeid is en het weer tot topconditie is, zoals die was voor het snoeien. Het gevaar is als je te lang wacht met snoeien, dat je algeproblemen krijgt binnen het aquarium. Dus het is wel belangrijk dat je dat snoeien gewoon goed doet om het dus je aquariumplanten echt gezond te houden. Wacht je en groeit er alg, dan moet je later veel radicaler snoeien om die alger onder controle te houden. Ikzelf als YouTuber is dat natuurlijk af en toe wel een beetje een punt dat hij niet continu in tip top conditie is. Omdat het leuk is om een volle bak, een plantenbak achter je te hebben staan tijdens het opnemen. Ik voeg dus heel veel plantvoeding, heel veel CO2 en uh, verlichting toe om ervoor te zorgen dat die plantenbak zo snel mogelijk weer is ingegroeid. Uh, dit zorgt alleen wel voor dat onderhoud weer moeilijker is en er weer veel meer onderhoud van gevraagd wordt. Dat is dus voor mij zo omdat eigenlijk moet je het zien dat de bak hier achter mij bijna een soort decor is en niet het standaard het aquarium. Je hoeft het dus zeker niet te doen zoals ik het doe. En maak je dus geen zorgen dat af en toe een paar weken duurt voordat jouw aquarium er weer tip top uitziet. Ik ik wil gewoon dat die planten zo snel mogelijk weer bijgroeien. Zodat het weer zo tof mogelijk uitziet op camera. Um, maar dat is dus een persoonlijk dingetje voor mij als YouTuber. En daar hoeven jullie niks van aan te trekken. Dus doe wat werkt voor jouw aquarium. Geniet van de hobby op jouw manier. Ik geniet heel erg van de hobby op deze manier. Met de plantenbak, uh, hoe die momenteel is. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om met deze video mee te kijken. Laat me het vooral weten in de reacties wat jullie verder zouden willen zien of iets dergelijks. Geef deze video even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je dit soort video's leuk vindt, meer wil zien en op de hoogte wil blijven van de nieuwste video's en livestreams. En dan zie ik jullie heel erg graag weer terug bij een volgende video of livestream waarin ik altijd live jullie vragen beantwoord. En dan zie ik jullie heel erg graag weer daar. Dus uh, doei!